Mannetjes, kijk, groot nieuws. Heel groot nieuws. En eigenlijk op misschien op langere termijn ook voor jullie. Ik weet het al een tijdje, maar ik heb het nog niet vertaald. Maar nu ga ik het wel vertalen. Het gaat over... Niet weglopen, niet weglopen. Het gaat over Bitcoin. Als jullie goed het nieuws in de gaten gehouden hebben, dan hebben jullie gezien dat sinds vorige week El Salvador Bitcoin als officiële munt erkent. En dat is eigenlijk wel een historisch feit. Dit is de eerste keer dat een munt die niet door de centrale overheid beheerd wordt, als officiële munt erkend wordt. En waarom is dat nu zo belangrijk voor El Salvador? Je kunt denken van, goh, weet je wel, dat is geen daarachter. Dat heeft voor ons geen belang. El Salvador had zijn eigen munt vroeger, maar door de burgeroorlog is die munt niets meer waard geworden. Het gevolg is dat ze eigenlijk allemaal dollars gebruiken. Nu is het eigenlijk niet zo heel fair. Als de Verenigde Staten van Amerika te weinig geld hebben, dan vragen ze aan hun centrale bank, maak een keer een beetje extra dollars. We hebben nog extra dollars nodig. Als landen zoals El Salvador geld te weinig hebben, ja, dan moeten ze gaan aankloppen bij de rijke landen van, mogen een beetje lenen bij jullie. En je voelt direct, dat klopt niet. Hè? Als je weet dat in 2020 een vijfde van de dollars die nu bestaan, zijn in dat jaar gemaakt. Gewoon uit niets heeft de Federal Reserve, de Centrale Bank van Amerika, een vijfde van alle dollars die bestaan, bijgecreëerd. Zomaar een vijfde meer dollars. Als Haiti, of El Salvador, of Nicaragua, of al die andere landen geld willen hebben, ja, dan moeten ze dat gaan lenen. Dat klopt niet. En dat zag de president van El Salvador. Voor mij geen sympathie hebben voor die mens. Die mens heeft zeer zware dictatoriale trekjes. Maar daarin heeft hij waarschijnlijk, volgens mijn persoonlijk bescheiden mening, een heel slimme zet gedaan. Eerst en vooral, heel veel mensen uit El Salvador, die werken in Amerika. En als ze $100 gespaard hebben, dan sturen ze die op naar hun thuisland. Ongeveer een vijfde van het inkomen van El Salvador komt van geld die in Amerika verdiend is en naar El Salvador gestuurd is door familie. Maar nu moet je weten, als zij geld overschrijven van Amerika naar huis, per $100 betalen zij ongeveer $15 à $20 transactiekosten. Dus ongeveer een vijfde van wat dat zij verdienen, blijft plakken in Amerika. En dan denkt die president van El Salvador, ja maar, zo niet, wij willen dat kunnen volledig overzetten van Amerika naar El Salvador. Goed gedacht, want als je via Bitcoin geld overschrijft van de ene kant van de wereld naar de andere kant, dan is dat een paar $cent aan kosten. Dus in één keer kunnen al die mensen die in El Salvador werken, hun geld niet meer in dollar, maar in Bitcoin overschrijven naar hun familie en blijft er $99 aan Bitcoin over. Super goed gezien. Bovendien, El Salvador heeft een lening staan bij het IMF, ongeveer $1 miljard. Bitcoin is een munt die niet door overheden beheerd is, die dus niet graag gezien wordt door het Internationaal Muntfonds, want die hebben graag controle over heel het monetaire systeem. Het IMF heeft dus gezegd tegen de president van El Salvador, ja maar manneken, wij vinden dat niet leuk dat je Bitcoin in El Salvador invoert. Dat is tegen onze principes. Wij hebben daar geen controle over. Als jij daar niet mee stopt, dan gaan wij die lening van 1 miljard stopzetten. En dan kan je naar jouw dollars fluiten. Binnen de kortste keren had de Bitcoin community voor elkaar gekregen om genoeg mensen te vinden die zelf die 1 miljard wilden investeren. Zodanig El Salvador toch het geld kon bij elkaar vinden indien nodig. Het is niet nodig gebleken. Het IMF, het grote IMF, het internationale IMF, die is aan ene keer een pak kleiner geworden ten opzichte van El Salvador. En nu snap je waarom ik dat zo belangrijk vind. De verhoudingen tussen arme landen en rijke landen worden dankzij Bitcoin een stukje kleiner. En dat vind ik magisch. Is het allemaal roziger en maneschijn? Nee. Je moet je voorstellen dat de president beslist, die beslissing is ongeveer een drietal maanden geleden genomen, over 3 maanden moeten alle banken Bitcoin accepteren. Elke bakker, elke beenhouwer, elke supermarkt moet Bitcoin accepteren. Op 3 maanden tijd, dat is een hel van de klus geweest. Dat is absoluut nog niet in kannen en kuiken. Dat is fenomenaal wat daar aan werk verzet is. En het is nog niet zoals het zou moeten zijn. Maar bon, er is een heel grote stap gezet. Welke voordelen biedt Bitcoin voor de mensen van El Salvador? Eerst en vooral,
zoals ik al gezegd heb, ze krijgen geld uit Amerika en El Salvador voor een fractie van de transactiekosten. Ze kunnen blijven lenen bij het IMF. Zij het zelfs dat ze een grotere mond kunnen opzetten tegen het IMF. In El Salvador, mensen kunnen niet sparen. Mensen werken daar allemaal met cash. Ze hebben daar geen bankensysteem zoals bij ons met bankkaarten. Ik dacht dat 80% van de El Salvadorianen geen eigen bankrekening heeft. Alles gebeurt in cash. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alleen maar kunt handel drijven met mensen die je fysiek ontmoet. Mensen kunnen ook weer digitaal geld gaan sparen, wat dat vroeger niet kon. Kun je je voorstellen dat je dus niks kunt sparen, tenzij wat dat je in je kous onder je matras steekt? Dat maakt voor die El Salvadorianen een groot verschil. Wat zijn de nadelen? Eerst en vooral, het vraagt ontzettend veel infrastructuur die moet gebouwd worden. De president heeft er ook door gedrukt zonder de goedkeuring van de bevolking. De bevolking moet maar de bitcoin accepteren. En dat gaat eigenlijk wel in tegen de filosofie van bitcoin, die eigenlijk gaat over vrijheid. Kies, maak zelf de keuze. Daarin gaat de president van Salvador wel in tegen de filosofie van bitcoin. Heel veel mensen zijn dus ook tegen die integratie van bitcoin. Ik heb mij laten vertellen dat de president van El Salvador een beetje is zoals de president van Amerika was, zoals Trump was. Je bent er ofwel voor, ofwel ben je er tegen. Dus die president heeft dat erdoor gedrukt, met als gevolg dat heel veel mensen ofwel heel blij zijn met bitcoin, ofwel compleet tegen. Het is dus een groot vraagstuk of het experiment zal slagen. Als het slaagt, als bitcoin effectief veel gebruikt gaat worden in El Salvador, ja, dan gaan heel veel ontwikkelingslanden volgen en wordt bitcoin in heel veel landen de centrale munt. En dat zou fantastisch zijn om de balans tussen arm en rijk een stuk kleiner te maken. Wisten jullie dat 90% van de mensen die mijn video's kijken nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal? En dat is super plezant om te zien dat mijn abonnees aantal stijgt. Dus doe mij plezier, kind. Als je het een toffe video vond, en dat vond je, want je hebt tot het einde gekeken blijkbaar, klik dan op dat dikke duimpje, dat blauw duimpje, en eventjes op abonneren. En dat maakt het voor mij zoveel plezanter. Ik ga nog een beetje met mijn drone spelen voordat het helemaal avond is. Tot de volgende!